Oké, ik ben Julie. Ik werk voor Atelier V. Dat is eigenlijk een cateringsfirma. En we doen van hele kleine catering tot super groot, maar altijd net dat tikkeltje meer. We komen op super mooie plaatsen. We leren heel veel mensen kennen. En ik zeg het, we hebben echt ons van die mooie evenementen en het gevoel wat je hebt, dat is, vind ik wel iets heel machtigs, dat heb ik nog nooit gehad hiervoor. Je leeft ergens naartoe. We moeten alles klaarzetten. We komen vaak in een lege zaal. Je komt eraan als team. Je zet alles klaar en dan begint het feest. En na dat feest is iedereen blij en dan heb je gewoon het gevoel als team. Zo van, dat geeft een heel machtig gevoel van wauw, we hebben dat hier goed gedaan. En je ruimt er allemaal samen op. En dat is gewoon, ja, dat geeft echt wel zo dat gevoel van samen iets bereikt te hebben. En doordat wij zoveel evenementen doen, en dat is altijd maar één dag of zo, krijg je dat gevoel heel vaak. En dat is wel heel fijn. Bij ons is eigenlijk altijd lachen en plezier tot het evenement begint. Dus dit is iedereen serieus, want dan is er echt wel een serieuze job uit te oefenen. Maar dat is altijd wel lachen, plezier en heel veel mopjes, heel veel grapjes die er gemaakt worden, die dan langdurig blijven doorgaan. Maar dat is ook gewoon kei leuk. Dus dat zorgt wel voor een ontspannen werksfeer. Het leuke is ook als er iets is of zo, je gaat altijd wel een collega hebben die gaat zeggen ik kom wel helpen. Dus het is een hele fijne sfeer en daar willen we ook echt naar streven. Want we vinden ook wel als je een goede sfeer hebt, dan is het werken gewoon veel leuker. En het gaat ook gewoon allemaal veel vlotter en veel makkelijker. We zijn eigenlijk op zoek naar profielen in de zaal, dus in de bediening. Zij gewoon als garçon, zij echt als maître, dus als echt verantwoordelijke. We zijn ook op zoek naar mensen in de keuken, hulp, koks, koks. En ook eventueel een afwasser of zo, dus eigenlijk in heel dat aspect. Als ook mensen die logistiek in het magazijn willen komen helpen. Ziet je het zitten om in een leuke sfeer te komen werken en wilt je ook echt hard ervoor werken, dan krijgen we graag jullie gegevens binnen en tot binnenkort.